In deze video wil ik af van deze waterwiel. Off-camera heb ik gewerkt aan de haven. En hier heb ik de perfecte plaats voor een steam engine te plaatsen. En creatief heb ik een design gemaakt. En dit zijn hier de blocks die we zullen nodig hebben. Moest je nu niet weten wat dat een steam engine is? Dat is eigenlijk een warmte engine of stoommotor. Door middel van water te laten opwarmen en te koken, krijg je daar stoom uit. En die stoom duwt dan de piston constant heen en weer, waardoor dat je mechanische arbeid creëert. En ik hoop dat jullie dat verstaan hebben. Dus laten we nu maar eerst die materialen gaan verzamelen. Ik heb nu wel blazers nodig. Dus maak ik een mooi tripje bij Simon en Seya. Want die heeft hier boven een mobfarm staan. Met ook een blaze spanner. Ja, merci Simon. Ik heb nu 9 blaze burners. Ja, tof. Ik heb 15 cauldrons nodig. Kan je 15 geven voor 1 netherite coin? Ah, thanks. Ah, 1 netherite coin? Je krijgt er 9 van 1 ingot, bro. Ah, we houden die currency, we kunnen wel starten. Dat is wel leuk. Ja, we houden de markt maar. Ja, er moet een plaats komen op de server waar er zo'n publiekelijke markt is. Ja, bij spawn, probably. Kun je netherite automate? Nee. Daarvoor zou je lekker moeten een soort van main machine maken voor in de nether. Kai heeft dat dus degelijk gedaan, hè. Heeft hij veel netherite? Ik pees wel dat Kai de reeks nest. En dan heb je hier zijn mine. What the f***? Ik weet niet van buiten heel veel resources dat hier. Ja, nee, ja. Oeh, bijna dood. Bijna lava pain. Auw. Wow, stoer. Je gaat stoer doen? Damn, je is zo stoer. Oké. Okay. Voor de volgende minuut gaat dat hier blijven branden. De Hellfire's hebben gewoon lelijk en ambetant. Nou, ik kan ook in mijn machine aanleggen voor die casings, hè. Oh. 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 Ik geef u vonken en vuur. Damn, Koen Outers fan? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Zit van binnen. Pizza. Het valt in hier? Nee. Beirut. Shit, geef me hout plate door de deur recht te doen. Wie? Valtin? Ik wil op bezoek. Dat claim moet van de server. Well, wat is self-touch weer? Or fortune? Wait, wat? Bruh. Oh my god. Ik vergeet dat steeds. Feet falling? Wie de f*** heeft er mijn bordje veranderd van feather falling naar feet falling? Wat? Wat de f***? Ja, Jona, hoe noemt je gebouw nu? Heb je het al veranderd? Nee, maar dan nadenken. Er zijn een paar namen in de omloop wel. Ja, wie de f*** noemt zijn gebouw nu te de... Ja. De. Ik heb nog altijd geen enkele gravel gevonden. Niet eens eentje. Bro, maak gewoon... Wel, maak het gewoon gravel zelf. Gen. Maak gewoon een... Ja, maak gewoon een gravel gen, ja. Wat staat dat? Ja, gewoon cobblestone gen en dan crushen naar gravel. Een noob. Ja, noob, maar je weet niet wat dat zo touch is. En we zijn nu een dag later en alles is verzameld, zoals je kan zien in mijn backpack. We gaan beginnen met de metal girders te plaatsen. En vandaar gaan we dan verder met wel degelijke machines ervan. De muur van het gebouw wil ik ongeveer hier zo hebben. Dus we gaan van hier 10 blokken opschuiven naar rechts. 2, 4, 6, 8 en 10. En de eerste komt dan hier. En hier maken we een vierkant van, want dat is voor de steam engine. En hier komen er dan pilaren voor het bordes. We laten hier dan 7 blokken tussen de 2 girders. En hier tussen gaat dan de trap komen, dus kunnen we deze blok hier ook connecten. Dan van hier komen we nog een keer 6 blokken naar links. En dit wordt dan de achterkant van het platform. En hieronder komt er nog een lava tank als buffer, zodat ik niet opeens zonder fuel zit voor de blazeburners. En dan achter de steam engine maken we ook een plaats voor de lava generator. Lava generator, eigenlijk puur gewoon dripstone. Met lava bovenop die de cauldrons vult eronder. Dan wordt hier een plaats van 3 op 5. De pilaren zijn nu geplaatst, dus we gaan de blazeburners al op hun plaats zetten. Oeps. Dan zijn we gewoon 3 op 3. Ziezo. De pilaren kunnen we ook niet laten hoe dat is, dus we gaan die ook allemaal verbinden aan elkaar. En dat wordt op de 4e blok gedaan. En om eerlijk te zijn, dat ziet er eigenlijk al heel sick uit.
Zoals ik al eerder zei, hier tussen komt dan de trap naar boven voor op het bordes te geraken. Hiervoor gebruik ik Industrial Iron Catwalk Stairs. En dat past like helemaal in de stijl. Dus hier komt de lava tank, die komt 3 op 3. En dan ook nog een keer 3 hoog. De steam engine daarentegen komt ook 3 op 3, maar die houdt dan 5 hoog maken voor een level 9 steam engine te kunnen maken. Waar dat we de lava generator willen maken, gaan we eerst fluid pipes plaatsen voor de lava uit de cauldrons te halen die er bovenop staan. En dan 1 blok boven de girders gaan we de dripstone blok zelf plaatsen. En dan daaronder hangen we de pointed dripstone voor eigenlijk de lava te laten uitleggen in de cauldrons. We gaan ook een design maken rond de lavabak. Daarvoor gebruiken we polished deep slate, omdat dat goed overeenkomt met de metal girders qua color. En het ziet er gewoon goed uit, ja. En iedere keer in het min plaatsen we een shithole deep slate. En daartussen plaatsen we dan upside down stairs die eigenlijk facen naar het min, naar de shizzled deep slate. En op de corner blocks plaatsen we ook nog een keer metal girders. Voor de edge een beetje softer te maken, dat het niet squarish is. We gaan ook de resterende blocks van fluid pipe plaatsen. We moeten de pipes van de cauldrons connecten aan de lava tank. Ja, anders kunnen we die lava tank niet vullen. En hiertussen moeten we ook een fluid pump plaatsen. Altijd goed controleren dat hij de juiste richting staat gefaced. En dan van de andere kant ga ik de fluid piper weer laten uitkomen. Een spout eraan hangen, die dan de bucket vult die op de depot staat. En een funnel eraan hangen, zodat dan uiteindelijk de mechanical arm de bucket kan pakken en teruggeven aan de depot. Hier plaatsen we dan de fluid pipe voor water uit de grond te halen. Met ook weer een mechanical pump eraan, die wel de juiste richting faced. Hier plaats ik dan nogmaals een mechanical pump die water uit de grond haalt. En dat is voor manueel de machine te kunnen starten. Want de blazeburners geven automatisch heat, ook al zit er geen lava in. Dus moet je enkel water in de machine steken en dan gaat hij uiteindelijk weer aanschieten. We gaan nu de mechanical arm plaatsen en selecteren de depot. Die heeft nu een blauwe kleur. En dan alle blazeburners en de funnel zijn in het heel. En dat wil zeggen deposit items bij de hele en take it from the blue one. En we zetten de mechanical arm vlak onder de steam engine. Ja, ik ben niet veel met deze steam engine als ik deze mechanical pump niet kan poweren. Daarvoor dient het bordes, die eigenlijk uit spruce trapdoor bestaat, wat ook goed past bij de deep slate. Maar hier komen dan cogwheels boven die connected zijn met de mechanical pumps. Die ga ik dan ook wel encasen, omdat dat dan mooier gaat zijn en veiliger lijkt. En dan met een mechanical belt connect ik heel dit boeltje aan elkaar, daarvoor dat ik dat allemaal in één mooie lijn heb gedaan. Voor dan via hier de power source te laten toekomen. En ik spring weer van het een naar het ander en dacht om hier de handcrank te plaatsen voor de machine manueel te starten. Dan keer ik terug naar het bordes voor een railing te plaatsen. Heel leuk. En voor de power, ja. Daarvoor heb ik deze steam engines nodig, anders is het geen steam engine, is het gewoon een tank. Daar moeten er dan ook weer shafts aan geconnect worden, anders gaat die ook niet werken. En die plaatsen we horizontaal. En waarom plaats ik die horizontaal? Zo kan ik ook een belt naar beneden laten komen. Die dan connected is aan een rotation speed controller met een large cogwheel. We hebben dan natuurlijk ook lava nodig voor de dripstone farm te laten werken. Of ja, de lava dripstone farm, whatever you call it, you know. Ja, we gaan nog een keer een toertje doen voor lava te gaan halen, hè. En voor heel dit gedoe af te werken moet ik eigenlijk enkel nog een cogwheel hier plaatsen en ja. Nu kunnen we testen, hè. Dus we laten de handcrank draaien tot als de machine opeens start. En normaal is het good to go. Allee, any moment? Ja. Dus ja, mijn machine werkt heel mooi. Ah shit, je valt weer uit. Oké, ja, blijkbaar mijn rotation stond veel te laag. Ik ga die nu pak op 32 zetten. Voor het moment heb ik 49.000 SU. Nu wacht ik gewoon tot lava gevuld is. En dan kom ik bij wat ik wil bereiken bij het begin van deze video. En dat is dat deze machines draaien zonder waterwielen. Dus jullie mogen weg. En het werkt. En nou dan een keer van een afstandje kijken. Dat vind ik er hier echt prachtig uitzien. Maar ja, een machine zonder gebouw staat niet in het woordenboek van Dun Vals. En we hebben al verschillende soorten steen gebruikt. Briggs, granite en netherrack. Dus dacht ik, laten we maar een nieuwe blok implementeren. En dat staat hier in de tweede hang helemaal van achteren en dat is dripstone blok. Alleen met 113 dripstone blok ga ik niet toekomen. Dus ja, we gaan vlug aan dripstone mine. En ik ga koppel dripstone blok, vertical disorder dripstone blok en dripstone blok tiles gebruiken. En ik wil niet met een gradient werken wat ik al in ieder ander gebouw gedaan heb, maar gewoon een mengelmoes van verschillende blokken door elkaar. Hier komt dan natuurlijk de ingang die 3 breed is. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
En dan gaan we schuin naar boven tot als we bij het min zijn van het gebouw. Dus dat is ook al een heel andere roofstyle dan dat ik al met de andere gebouwen gedaan heb. En waarom is dat? Ik wil dat dit gebouw er ouder uitziet dan de andere gebouwen er rond. Alsof het ook een van de oudste gebouwen hier is. Bovenal de raam wil ik ook kleine overkappingen hebben. En dan dacht ik ook dat het leuk ging zijn om hier een ledge te plaatsen. En dat is allemaal mogelijk door de Framed Blocks modpack. En waarom zit dat niet in Vanilla Minecraft? De slab corners zorgen ervoor dat er meer rond uitziet. En als we dan een stapje achteruit nemen, dat ziet er eigenlijk echt al goed uit. Ondertussen heb ik de blocks al gevuld. Ja, dat gaat heel snel, ik weet het. Ja, sorry hoor. Maar dat is dus granite, polished granite dat ik erin geplaatst heb. En I love it. Met hele raam, waarom? Geen idee, ik dacht dat dat wel passend ging zijn. En nu begin ik ook met opvullen van de verschillende blocks in het gebouw. Ondertussen heb ik ook alweer verder gewerkt en ik heb ook een gebouw nodig aan de linkerkant. En dat ga ik moderner zijn, alsof dat al later is toegevoegd geweest aan het gebouw. Maar we gaan nu eerst kijken voor dat tak hier vlug te doen. Daarvoor gebruiken we kutscoria stairs. Natuurlijk, met dat de steam engine is, heb ik ook een schoorsteen nodig. En dat doe ik uit vanilla dripstone blocks. En de afmeting is 5 op 5 wat dat groot is. Maar goed, verder met plaatsen van de kutscoria. Dat er al zo al zelf goed uitziet. Maar om het zelf nog beter te willen maken, ga ik polished kutscoria in toevoegen. Voor een extra texture, alsof dat een al ouder is dan het ander. Dan is het nu gewoon nog matter of seconds voor dit gebouw af te werken. En dat is eigenlijk gewoon iedere laag opvullen met de verschillende block combinations die ik heb. Gewoon eigenlijk random placement, maar oké. En voor beter de plaats te managen inside, ga ik deze blocks wegdoen. En ga ik dat op de grond plaatsen. In plaats dan in de lucht. Dus dat ziet er eigenlijk al beter uit en ik heb meer plaats. Ik ga dan ook ondertussen beginnen met eigenlijk, ja, heel dit gebouw hier te maken met een mix van sanded granite en granite bricks. En ja, ook de polished bricks, of course. En ik ontbreek enkel nog een dak. 34, niet genoeg, hè. Oh, dank je wel. Oh, ja, ik heb magnet. En die vertical disorder tuff ziet er zo goed uit. Ja, mensen, ik heb eigenlijk verder gewerkt en eigenlijk heel het gebouw is afgewerkt. Het is wel een beetje luid als ik er dichtbij ga staan. Dus... ja... deal with it. We gaan naar binnen gaan kijken wat dat er daar allemaal is aangepast. Ja. Oh, hallo. Dus het eerste dat je kan zien, mijn sharestone is hier met de Power Room Perron en Houthakker Village. Ja. Anyways, aan de rechterkant heb je de Steam Engine Stats, Boiler Status, Size, Water en Heat. En dan heb je de Stress Unit Capacity, hoeveel dat er in gebruik is en hoeveel dat er nog resterend is. En er zijn ook allemaal metal girders rond mee geplaatst. En als ik hier rechts ga, kan ik ook naar boven gaan. Er staat wel niks, omdat ik niet wist wat ik moet plaatsen, maar... Oké, als je ideeën hebt, laat het weten in de comments. Dit platform gaat eigenlijk gewoon rond de Steam Engine. En hier komen we weer bij de lava farm die gecoverd is met windowed spruce trapdoors. Aan deze kant heb ik dan eigenlijk ook een mechanical crafter geplaatst voor de crushing wheels en al de andere recipes die ik ga moeten maken, te kunnen maken. Maar hier zijn we dan eigenlijk weer bij het einde van de video. Ik vind wel dat de building geslaagd is. Wel de zijkant en achterkant heb ik niks mee gedaan. Omdat ik nog niet weet hoe dat ik verder ga progressen met de straat. Ik wil ook een parking. Er moet hier nog een grote factory komen voor steen, voor iron en gold, etc. Al die zaken eruit te krijgen. Maar anyways, stap per stap. We hebben nu de steam engine gemaakt. Moest je deze video nu leuk vinden, laat het weten door te liken, te commenten en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.